hier, we lopen nog door de bestaande posities heen van de Gibbellinie, wat mooi weer uit is gebleven. Nou, we gaan weer een juweeltje zien. En gaan we eens kijken wat er allemaal weer te zien is hier zo. Dus we lopen hier over de dijk, over de oude stelling. Hier hebben we weer een loopgraaf. Dan gaan we zo naar de andere. Zeer indrukwekkend. Kijk eens even, jongens. En dan moet je nagaan, kijk wat je dan ziet. Zo moet je het zien. Leg je hier met je geweer of met je mitrailleur. En dan aan de overkant moet je de bomen wegdenken. Dan komen de Duitsers eraan. En dan moet je stand houden. En dan elk schot moet tellen. Dus niet maar lukraak gaan schieten. En natuurlijk, wat je natuurlijk ook hebt, natuurlijk, van dat je niet in de rug wordt aangevallen. Dus je moet altijd een paar mannetjes hebben die de rug dekken. En natuurlijk dat je niet vanuit de lucht wordt bestookt. Dus er zal ook wel een MG-positie zijn geweest die zeg maar het luchtruim hopelijk bestreek. Zodat je niet vanaf bovenaf je stelling wordt beschoten of gebombardeerd. Nou, dan gaan we naar het volgende loopgraaf. Kijk, hier hebben we weer de zandzakken. Wel leuk gedaan natuurlijk dat ze dat hebben bewaard zo. Veel geschiedenis hier. Nou, dan gaan we even verder. Nou, zo meteen nog even, laat je nog even wat bunkers zien. Nou, daar gaan we dan. We lopen eerst nog door de oude stelling heen. Dat zijn de oude loopgraven. We hebben ze natuurlijk een beetje gerestaureerd, zoals jullie kunnen zien. En dit is natuurlijk voor de wandelaars. Maar dit is gewoon de oude stelling nog. Dus waar onze jongens gelegen hebben en gevochten hebben met de Duitse jongens. En hier hebben we een monumentje. Gaan we even kijken. Normaliter horen hier ook vlaggen hangen. Dat zijn mensen die gesneuveld zijn. April 45, dus dat is met het verzet, neem ik aan. Dus nou, altijd triest natuurlijk. Dus toch netjes dat ze een monument ook hier hebben voor die mensen. Nou, dan gaan we weer even verder. Nou, zoals ik al zei, lopen we in een oude stelling. En dan lopen we verder over de dijk, of eigenlijk door de dijk heen eigenlijk, want de stelling is erin gegaan. Nu komen we weer op de dijk. Ja, het is hier een leuze, de Gibbellinie. Stelling van de Gibbe, wat zeg maar in de jaren 30 is aangelegd als antwoord op de Duitse agressie. Nou, hier hebben we weer een pareltje. Hier hebben we weer stelling. Kijk eens even, jongens, daar staat er weer een. Kijk, en die dekt de andere kant weer. Kijk eens, nou, dat is toch mooi dat dat nog zo goed bewaard is gebleven. Dan gaan we er even omheen. Dan gaan we even naar de loopgraaf in, de stelling. Dan gaan we even kijken. Dat is toch wel weer indrukwekkend. Zo. Nou. Kijk eens, jongens. Nou, deze heb ook volgens mij al oorlogsschade inslagen gehad. Ja, kijk eens even. Ook. Dat is natuurlijk vanaf de toegangsweg verderop. Want ja, toen had je natuurlijk nog niet van die bomen daar staan. Dus die kon natuurlijk is onder vuur genomen hier zo door die Duitsers. Nou ja, ook weer schietpoort. Kijk eens. En daar hebben we ook weer een schietpoort. Het dak. Kijk eens.
toch indrukwekkend. Kijk, en aan deze zijde is die natuurlijk geraakt. Met een zware kanon. En ik zou zien, staat het luik zit er nog. Dus hebben ze wel nieuwe bouten. Dus ik denk dat daar ook wel een treffer op geweest is in die tijd. Dus er zullen misschien ook mensen gewond zijn geraakt, dan wel gesneuveld. Nou, hier heb je de toegang. Ook weer met schietpoort. Je kan zien wie eventueel wie eraan komt en dat je je geweer doorheen kan steken. Nou, dat zien jullie ook allemaal van die haken en bouten dan. Dat zijn voor camouflagenetten overheen te doen. Zo zie je nog wat van de loopgraaf. Van de stelling. Dus jammer, ik denk niet dat die open is, dat ze dat vastgelast hebben. Ja, dat is vast. Dat is vast. Wel indrukwekkend. Die stelling. Kijk, die hebben wel wat klappers gehad. Wat nieuwe buikjes erin, zie je. Ja, het is hier wel zwaar gevochten. Ze zijn hier wel tekeer gegaan. Ja, en toen stond dit er nog niet natuurlijk, dat groen. En deze boom al helemaal niet. Je moet een vrij schotsvrij veld hebben. Dus, maar ja, die boom misschien 50 of 75 jaar. Dan zijn 50 misschien. Misschien zouden. Dus. Maar ja, het is toch indrukwekkend dat er nog zoveel van die bunkers, of dan wel kassematten, hier nog staan. En dan heb je hier natuurlijk nog een stukje van de loopgraaf. En van de stellingen. Van de Grebbelinie, Nederlandse verdedigings. Stelling wat aangelegd is in de jaren 30 als antwoord op de Duitse agressie en wat zeg maar wel op sommige punten heel lang stand heeft gehouden of meerdere dagen stand heeft gehouden en vooral hier hebben we tussen 2 tot 3 dagen stand gehouden tegen overmacht, dus dat is toch wel geweldig dat die Nederlanders dat hebben kunnen afremmen. Maar ja, helaas, de Duitsers hadden gedreigd na het bombardement op Rotterdam dat ze Haarlem, Amsterdam, Utrecht en Den Haag zouden platgooien. Ja, toen heeft generaal Winkelman gezegd, het is genoeg zo, we geven ons over. En ja, en het Koninkrijk zat ook al in Engeland, dus die jongens, ja, waar zou je nog verder voor vechten? En nog meer doden en gewonden aan burgerzijde, militaire zijde. Dus de Nederlanders hebben op 14, 15 mei gecapituleerd. Alleen ze hebben nog verder gevochten samen met de Fransen en de Engelsen in Zeeland. En die daar zaten zijn teruggetrokken. Zeg maar richting België, naar Frankrijk en dan richting Engeland. Er zijn ook nog Frans ons te hulp geschoten. Alleen er was geen militair gezag in Breda, helaas. Daar zijn ze aangekomen. En ze hebben wat tanks achtergelaten die zeg maar, door gevechtshandelingen zijn uitgeschakeld en door zich tekort aan brandstof. Dus waren wel militairen zag geweest en militairen in de buurt geweest op dat moment. Dan had ik misschien nog een kleine vuist kunnen maken, maar ja, dat is toch al besloten om overgave. Dus die zijn toen weer teruggekeerd naar België toe. En ja, de rest van de verloop van de oorlog weten jullie. Of nog niet, maar dan kunnen we weer een andere keer behandelen. Ik zou zeggen, ik hoop dat jullie genieten van de film, van de video. Ik zou zeggen, like hem even. En ik zou zeggen, nou, tjus, tot later. En ik zou zeggen, wij gaan weer even verder. Of we nog wat meer juweeltjes van de stelling kunnen vinden, dan wel kunnen blootleggen. Ik zou zeggen, nou, geniet van jullie weekend. Tot ziens.